Van Brabant gaan we westwaarts naar de politie Haaglanden bij Delft op de Rijksweg A13. Surveillanten Henry en Marco zijn zojuist gepasseerd door een Mercedes-bestuurder die stevig gas geeft. De maximumsnelheid bedraagt hier 100 km per uur. Ja, trap maar door. Alles wat hij nou verliest, dat pakt hij. Trap maar door. Als hij aan de kant gaat en eroverheen. En anders pak ik hem op 100 meter. Ja, trap maar door. Eroverheen. Hebben. 156, invordering. Ja, ik kan er hier af. Goedendag meneer. Jij passeerde ons. Ja, beetje hard. Hebben we een meting opgedaan? Wat denk je? Nee, niet technisch. Oké. Je mag daar 100. Je reed 156. Gaat 5 kilometer vanaf. Is 51 kilometer te hard. Je rijbewijs is bij deze ingevorderd. Ja? Is er iemand anders die in het voertuig kan rijden? Nee. Oké. Okay. Heeft hij een rijbewijs bij zich? Dat heb ik, ja. Mag ik die even zien? Ja, wat wordt hem dan? Nou, wij gaan het even in mijn auto afhandelen. Alsjeblieft. Ja. Dat is geen man dan kan. Nee. Oké. Loop even met mij mee, dan ik kom zo terug. Dag meneer. Marco, goedenavond. Ja, ik heb mijn rijbewijs pas, dus en die auto is best wel snel, weet je. Ik heb ja. Een vader. Hoe lang heb je rijbewijs? 3 weken. Oeh, dat is niet handig. Nee? Nee, dat is niet handig. Wat wordt hem dan? Nou, binnen 3 weken je rijbewijs al laten invorderen is natuurlijk sowieso niet handig. Nee, ik hoef de beelden echt niet te zien hoor. Nee? Ik geloof je het best. Ja. Wat zeker? Ja, misschien kan je er wat van leren. Ja, ik heb want nu daar, al geleerd. Daar is het eigenlijk voor bedoeld, hè, de beelden. In Gaia trouwens, als je goed kijkt. Ja. Nou, moet je kijken wat de snelheid gaat worden. Hè. Om jou bij te kunnen trekken, überhaupt bij te kunnen trekken, moet ik hier al tegen. Hier ga je even in de remmen vanwege de bocht die daar zit. Ja, klopt. Nou, hier rij ik al bijna 170 km per uur, daar waar 100 is toegestaan. En dan kom ik nog niet bij je in de buurt. Nee, ik geloof je best hoor, je heeft helemaal. Ja? Ja? Ik wil het echt niet zien. Dit is van belang, dat je, als je nu gaat rijden, nee. Dan bega je weer een misdrijf, als bedoeld in artikel 9 lid 4 van de Wegenverkeerswet. En dit, Hero. Dat is voor belang als jij een verzoek wil indienen voordat je je rijbewijs terugkrijgt. Ja? Wat moet ik daarmee? Je kan altijd de officier verzoeken om je rijbewijs eerder terug te vragen. Oh ja. Zijn beslissing, daar beslis ik niet over, maar dat is zijn beslissing of dat hij het wel of niet doet. Die is voor jou. Ja? Ja? Je krijgt er nog een thuisgestuurd, maar hierop heb je hem al. Dat betekent dat je over een paar minuten in het systeem bij ons staat. En als je je nog één keer schuldig maakt, dan gaat het wat in het rood staat, gaat gelden voor je. Dus doe dat in godsnaam niet. Oké. Heb jij nog verder vragen voor mij? Nee. Nee? Ja? Nou ja, dan ondanks dit. Deze bestuurder is nog geen 3 weken in het bezit van een rijbewijs of het wordt alweer ingenomen. De officier van justitie zal verder over deze zaak beslissen.